Hi, leuk dat je weer kijkt. Vandaag wil ik het graag hebben over het zelfgenezend vermogen. Wat het nou eigenlijk is en hoe we dit vermogen zelf aan kunnen zetten. Ongeveer 20 jaar geleden ben ik begonnen met mijn studie chakratherapie. En nou ben ik een beetje in het in de toen heette het nog alternatieve geneeswijze gerold en ben ik daarin heel veel over gaan lezen, over gaan studeren. En eigenlijk, ja, als mensen dan vroegen wat doe je dan precies, dat was een beetje het antwoord van wij als chakratherapeut, energetisch therapeut, andere vormen van therapie, wij stimuleren het zelfgenezend vermogen in het lichaam. En dat klinkt heel erg logisch, hè? Want wanneer je snijdt, dan ja, dat wondje dat geneest zelf. Daar hoef je helemaal niks aan te doen, hoef je niet te sturen. Je snijdt jezelf, je verliest bloed. Dus dan worden stoffen aangemaakt om het bloed te stollen. De weefsels onder de huid worden hersteld, de huid zelf wordt hersteld. Dus dat is een prachtig mooi mechanisme wat we hebben. En wat vanzelf gaat. Dus zo kun je het zelfgenezend vermogen zien, dus iets wat vanzelf geneest. Maar natuurlijk zijn we gaandeweg met de wat heftigere dingen die we meemaken, ja, gunnen we onszelf eigenlijk niet de tijd meer om zelf te genezen. Dus daar hebben we. Zoeken we dingen van buitenaf om dat zelfgenezend vermogen te versterken. En in het alternatieve versterken wij het zelfgenezend vermogen. En in het reguliere kunnen we bijvoorbeeld ook denken aan symptoombestrijding. Dus bij pijn heb je medicatie, of ja, er is in ieder geval een symptoom. En je gebruikt medicatie om het directe symptoom op te lossen. Dus je gebruikt iets van buitenaf om het symptoom weg te laten gaan. En dat is iets anders dan het, en dat is ook natuurlijk een vorm van genezen, maar dat is anders dan het zelfgenezend vermogen aanwenden, zodat het lichaam zelf. Het symptoom bestrijdt. Dus wat ik met name doe, is niet symptomatisch werken. Dat is ook een persoonlijke keuze die ik heb gemaakt. Ja, dus ik ben met name ook geïnteresseerd wat zit daar, wat ligt daar achter het symptoom? Wat is het verhaal? Maar om even, en dat helemaal uit te zoeken, maar om even terug te gaan naar het zelfgenezend vermogen. Hoe kunnen we, waar zit dat nou precies? Nou, het woordje zelf geeft het al aan. Zelf in het Latijn is auto. En we hebben een willekeurig zenuwstelsel en we hebben een autonoom zenuwstelsel. Dus een zenuwstelsel wat zelf werkt. Het regelt je ademhaling, het regelt je hartslag, het regelt je stofwisseling, het regelt alle processen in je lichaam die wij met onze geest absoluut niet kunnen sturen, en dat is maar goed ook. Hè, wanneer we slapen, moet alles doorgaan. Dus zelf auto. En dat autonome zenuwstelsel, dat bestaat uit een parasympathisch zenuwstelsel en een sympathisch zenuwstelsel. En het sympathische zenuwstelsel is het gaspedaal. Dat doet je hartslag verhogen, dat maakt je alert, dat zorgt voor een spieraanspanning, dat zorgt dat je, ja, dat zorgt dat je situaties kan overleven, jezelf daarvan te verwijderen. Eventjes pas op de plaats, even oppassen. Dus het is heel nuttig om dat wij ook in een reflex kunnen reageren op gevaar. En dan hebben we nog het parasympathische zenuwstelsel. En dat is de rem. En wanneer wij die rem induwen, komen we in rust- en herstelmodus.
En het is heel belangrijk om die rem ook werkelijk te kunnen vinden. Het is een soort van makkelijker om in dat gasgeven te blijven zitten, omdat het ook echt op het overleven gaat. Maar onze rust- en herstelmodus te vinden en echt te gaan herstellen, en daar vinden we ons zelfgenezend vermogen in het herstellen van het lichaam, moeten we dus die rust in. En dat is iets waar wij dat we onszelf niet gunnen, of dat ja, daar is iets mee. Ik zie ook heel veel mensen die zeggen: ik heb geen stress. Dus als je het even loskoppelt wat jouw geest vindt van doorgaan, van stress en noem maar op. Maar als je het ziet in de lichaamsprocessen die er vanzelf in je lichaam plaatsvinden, hebben we dat gaspedaal, maar we moeten ook die rem vinden en indrukken. En daarmee stimuleer je zelfgenezend vermogen. Ook een stukje, of ja, ook het immuunsysteem. Dus als je slecht slaapt, want in de slaap herstel je ook. Afvalstoffen worden afgevoerd en noem maar op. Je immuunsysteem wordt versterkt. Dus heb je het gevoel van: ik kwakkel, ik genees niet zo snel, of ik heb lang een wondje, of ja, dat is allemaal wat vertraagt. Dan weet je, ik zit wat te hoog in het parasympathische en wat te laag in het parasympathische. Dus hoe stimuleer je het zelfgenezend vermogen is echt die rem te vinden, naar rust en herstel te gaan en dan de balans. Het is heel normaal om een beetje actief te zijn, maar je moet echt momenten vinden, het omslagpunt van actie naar rust, letterlijk in je hangmat gaan liggen. En daarmee geef je je lichaam zo'n groot cadeau. Herstellen, cellen herstellen, dode cellen worden afgevoerd. Je voedsel wordt beter verteerd. Daar haal je weer je voedingsstoffen uit. Voedingsstof heb je nodig voor je energie. Ja, noem het maar op. Allerlei processen zijn daar zo afhankelijk van. En je uiteindelijk weer fit te voelen. Want alleen maar energie uitgeven, dat eist een tol op een gegeven moment. Dus het gaat om de balans tussen stress en weer de rust. En in die rust, parasympathicus wordt gestimuleerd. Daarin zit het zelfgenezend vermogen. Dus ik hoop met deze video daar iets meer inzicht in te hebben gegeven. Heb je moeite om die rem te vinden? Zoek wat bij je past. Bij mij kun je de trauma release oefeningen leren die een extra verdiepende ontspanning kunnen geven. Of de craniosacraal energetische behandelingen. Om echt even 30 minuten, 45 minuten dat remsysteem, je rust- en herstelsysteem te stimuleren. Dat zijn allemaal mogelijkheden. Maar doe wat bij je past, waarbij je echt kan zakken, echt kan uitademen. En dan wens ik jou heel veel zelfgenezend vermogen toe. Je hebt het in je. En nu weet je nog beter hoe je die aan kan zetten. Oké, dankjewel voor het kijken en luisteren en tot de volgende video.